mag je altijd graag zien, omdat je vloekt in de politiek correcte kerk. En onlangs zag ik je in het programma Het Lagerhuis van de VARA. Met Marcel van Dam. Door de heer Van Dam, ik wil niet zeggen te grazen werd genomen, maar die werd kwaad op je. En hij noemde je racist en een aantal andere betitelingen had hij voor je. Hè? Dat was naar aanleiding van het boekje Tegen de islamisering van onze cultuur. Ja. Had hij het gelezen, het boek? Ik wist dus zeker van niet. Hoe wist je dat zeker? Omdat zijn assistent, die niet eens zijn mond voorbij praatte, die gaf me dat gewoon als informatie. Die had de nacht daarvoor op, want hij had een opdracht gekregen van Van Dam om op 2 A4'tjes de inhoud van mijn boek neer te pennen. Ja. Nou, en ik kon het meteen al merken, want de man die ging over kranten en zo. Ja, dan denk ik, een boek... Ik had het boek niet gelezen, maar het was net een hele slechte recensie over het boek in de Volkskrant verschenen. Misschien was dat het? Ik weet het niet. Maar wat mij het meest heeft gestoord in het geheel, dat was dat de sfeer vanaf stonden af aan niet klopte. Ik was al alert toen ik binnenkwam, toen hij mij geen hand gaf. Want natuurlijk, iedereen een hand geven en degene waar je 10 minuten mee moet discussiëren geen hand geven, dan denk je, hier klopt iets niet. Maar hij had niet gelezen en hij vond dat je vooroordelen bevestigde. Nou, begon ook meteen. Hij zei, u zet aan tot vreemdelingenhaat. Dat was de eerste. Ik had wel op een scherp debat gerekend, maar weet je, dat begint een beetje met opbouw en dan op een gegeven moment, dan komt het. Maar het was meteen raak. Je kunt het ook aan de beelden zien. Ik ben echt even uit het veld geslagen. Ik denk van, wat gebeurt hier nou? En misschien had ik misschien nog meer moeten beheersen, dat beter was geweest. Maar hoe onsportief de man is misschien wel een leuk nieuwtje voor AT5. Dat een aantal weken nadat het stof was gaan liggen, heb ik hem een aardige brief geschreven. En gezegd van, nou Marcel, dit moeten we toch recht zetten. Jij gaat over die zender. Laten we een leuk debat met elkaar hebben, zo ongeveer een half uur. Op jouw VARA heb ik niet eens een antwoord op gekregen. Maar wat is dat dan weer voor aanschurken bij de tegenstander? Het is niet aanschurken. Ik vind dat soort conflicten, dat levert kennelijk spannende televisie op. Nou, goed voor de verkoop van je boek, de boodschap er beter verspreid. Ja, wellicht. Telefoon gaat het nog voor je op in een column. Ja, natuurlijk. Dat is mensen allemaal gebeuren. Dat is waar. Maar tegelijkertijd denk ik van, ja, zoiets moet niet onaf blijven liggen. Er waren zoveel reacties, ook in brieven naar de vader toe, naar mij toe. Ik denk van, ja, dan moet je toch... Dan moet je het publiek een beetje recht zetten. Niet door elkaar het met elkaar eens te zijn. Want ik ben het met die man niet eens en hij met mij niet. Maar door wel te laten zien, ja, maar we kunnen ook fatsoenlijk debatteren. Maar ja, dat vind jij niet zo interessant. Ja, die dwangmatige behoefte van jou om fatsoenlijk te zijn, dat heeft je hele leven genekt. Dus dat is niet raar. Maar goed. De dieperliggende oorzaak is natuurlijk dat Van Damme misschien een politiek correcte denker is. En jou van de ratten bezeker vindt als je een paar heilige koeien... Het is het rare nog, want in de 80er jaren heeft hij deze thematiek voor Bolkestein nog al aangeroerd. Ja. In heel behoorlijk bescherpe bewoordingen. En natuurlijk niet in de scherpte waarin we dat nu kunnen, dat was toen een andere tijd. Maar heeft u ervoor gewaarschuwd? Zegt van daar, toen zei hij ook van in die onderklasse, in die achterstandswijken, dat is een bom. Heeft hij ook genoemd. De veel te grote groep allochtonen die daar deel van uitmaakt. Dus hij bracht jou op een idee? Wil ik niet zeggen, maar ik denk dan van zo geweldig van mening verschillen we denk ik niet eens. Mm-hmm. Maakt het nog triester. Mm-hmm. Hij maakt met iedereen ruzie altijd. Hoezo? Jawel, Marcel van Dam bijvoorbeeld. Nou, die maakte ruzie met mij. Dat was voor heel Nederland duidelijk, niet ik met hem. Maar hij viel heel erg over je boekje. Ja, we zeiden al, we begon net te vertellen, u zet op u zet aan tot vreemdelingenhaat. Dat is, de openingszin van zoiets. Zonder enig argument. En je ziet ook dat ik in het begin heb ik helemaal niks terug. Dus dat ik helemaal, dat krijgen we nou. Ja. Doordat je pijn dat ze je betichten van vreemdelingenhaat? Ja, tuurlijk, omdat ik zelf redelijk cosmopolitische man ben. En, niet alleen cosmopolitisch in over de wereld reizen, maar ook omgaan met mensen uit allerlei sociale milieus. Maar waarom zegt men dat dan? Ja, ik denk dat het meer hun probleem is dan het mijne. Maar je signaleert een zekere verschuiving van dat de islam naar Nederland oprukt, of in ieder geval naar het westen. Ik signaleer twee punten. Ten eerste dat de oorspronkelijke Nederlanders hun cultuur nauwelijks kennen en er niet trots op zijn. En over de goede dingen dan. En dat ook willen verdedigen. En het tweede wat ik zie is dat
een heel groot gedeelte van met name mensen uit wat ik dan noem een islamitisch-agrarische cultuur, dus mensen van eenvoudige boerenafkomst, ook nog islamitisch, die zitten in die onderklasse en niemand bekreunt zich erom. Die worden gewoon totaal aan hun lot overgelaten. En de enige manier om daar goed mee om te gaan is heel snel integreren. Integreren, ja. Opnemen in de samenleving. Ja, in een hele hoge snelheid. Maar nu lijkt het alsof je je sterk maakt voor deze groep. Terwijl ja, dat doe ik. Zoals ik dit hoor, denk ik dat ook. Ik heb dus gezegd van de emancipatie, dus de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. En in het vervolg daarop van homoseksueel is mijn eigen belang. En dat is iets wat we nou in Nederland hebben bereikt. Nog niet vaak op economisch niveau, maar wel op cultureel niveau. Dat vind ik ongelooflijk belangrijk. En wij laten onder onze ogen gebeuren dat in die achterstellingswijken, met name islamitische vrouwen, door de moskee, door hun mannen, door hun zonen, ongelooflijk worden gediscrimineerd. Verjaagd uit het publieke domein, opgesloten in die huizen, bemoeienis met partnerkeuze, noem het allemaal maar op. Daarvan zeggen zogenaamde progressieve Nederlanders, dat moeten die mensen zelf weten. Van, dat is hun cultuur. En ik zeg, nee, dat moeten ze helemaal niet zelf weten. Daar moet je over gaan praten, een discussie aangaan. En als die vrouwen een begin van bereidheid hebben om buitenshuis te komen, dan moet je ze ook buitenshuis lokken met cursussen, met allerlei dingen die ze kunnen ondernemen, zodat ze naast hun mannen een evenwaardige positie krijgen. En dat vind ik heel belangrijk. Wat voor indruk had jij van Pim toen je over het boek iets had gehoord? Ja, ik had gehoord dat jij juist heel erg discrimineerde. Zo kwam het bij mij over, dat hadden mensen mij verteld. En toen dacht ik, nou, voordat ik hier ga zitten wil ik wat weten. Want ik heb zelf natuurlijk 4 hele leuke getinte kinderen. En ik ben zelf Joods. En toen dacht ik, het kan haast niet, want hij is homo. Dan kun je nooit discrimineren om te zeggen, nou, de homo's die trekken we dan wel. Het staat zo lijnrecht tegenover elkaar. Dus ik begreep dat dus ook niet. Ja. En nu valt mijn bek bijna open als ik dit hoor. Want nu is het precies het tegenovergestelde. Nu schijn jij dus juist heel erg op te komen voor die mensen. Ja, absoluut. Die avond noemde Van Dam u de Eichmann van de jaren 90. Maar bovendien een buitengewoon minderwaardig mens. Hoe rij je dan naar huis na zo'n televisieoptreden? Oh, nee, ik ben helemaal... Ik merk dat ik daar weer... Dat vond ik heel erg. Het schoot door mijn hoofd heen. Ik denk, als ik het nu in het Duits vertaal, een minderwaardig mens is ein Untermensch. En dan denk ik, hoe kunt u mij dit zeggen? Ik vond het verschrikkelijk. Maar heeft u daar iets aan willen doen naderhand? Heeft u dat recht willen zetten? Ik heb hem een brief geschreven. Gezegd van, we kunnen het zo niet laten. Laten we een fatsoenlijk debat met elkaar hebben. Jij bent van de Varen, dat moet je kunnen regelen. Ik heb niet eens een antwoord op de brief gekregen. Nee. Eerst werd mijn boek verdraaid. Dus er werden dingen die ik gezegd zou hebben, die ik helemaal niet heb gezegd. Dus het werd ontzettend aangescherpt en overdreven. En vervolgens werd ik zeer verontwaardigd in de hoek gezet, letterlijk als zijnde een minderwaardig mens. Nou, dat is wel een forse afstraffing, ja. Wat gebeurde er toen met u? Ik ging bijna door het lint. Mijn moeder die zat thuis televisie te kijken. Ik heb hier een adertje en als dat opzwelt... dus die vrat bijna de pantoffels op, want die denkt, die vliegt die man aan. En ik moet ook... Ja, dat is alweer fantastisch dat je 83-jarige moeder dat dwars door het scherm heen voelt. Het was live. Ik moet ook zeggen, op dat moment was ik alleen maar bezig met van, ik moet die man niet aanvliegen. Daar moet ik met mijn vingers van afblijven. Maar in zo'n uitzending heeft dus zeg maar de presentator, dat is de heer Van Dam, ja, die heeft in feite het gezoendes volksuitvinden achter zich, hè, het politiek correct. Ja, en die gebruikte mij gewoon als grondstof, als persoon was hij totaal niet in mij geïnteresseerd, maar mij als grondstof gebruiken om duidelijk te maken aan het Nederlandse volk, dit soort mensen is heel erg verwerpelijk. Hier staat een minderwaardig mens voor u. Eigenlijk dat, een soort Goebbels. Ja, een soort Derde Rijk-achtige. Ja, en het trieste is dat die man zich altijd beroept op zijn heet het, tegen fascisme, tegen nazisme, voor de Joden. Nou, hij wil de goedheid zelf zijn. Hij is politiek zijn. Correct. Ja. En hij vervalt daardoor in methoden
Die dat soort politieke systemen tot in de perversie hebben gebruikt. Nou, ik raakte gewoon uit mijn doen. Ik ging meer drinken, allemaal dingen doen die je niet moet doen. En dat kwam omdat ik in een soort frictie kwam tussen wie ik ben, wie ik zelf vind dat ik ben. En het beeld wat van mij was neergezet. Dus je bent ineens twee personen. Het is heel schizofreen. Het is heel afschuwelijk. Kun je daar concrete gevallen? Kunt u daar wat voorbeelden van noemen? Nou, dat merk je dus aan... Je dronk dus meer, zeg maar? Om het van je af te schuiven. Nou, een buurvrouw hier die niet meer met mij praat, sedertdien, want ik ben een racist. Ik heb de mensen altijd gedag gezegd en altijd aardig. Want dat was de kwestie. Hè? U zei dingen over allochtonen die niet gezegd mochten worden. Ja, ik vond dus dat er een deltaplan moest komen voor de integratie van deze mensen. Dus ik zei niet dat ze weg moesten, ik zei dat ze integreren moesten. En toen zei Van Dam tegen mij, dus u vindt dat ze zich aan moeten passen aan onze cultuur? Ik zeg, ja meneer Van Dam, dat vind ik. Ik zeg, natuurlijk met behoud van het eigene, maar dit is de dominante cultuur. En als je hier wil functioneren, moet je hier aan aanpassen. Nou, toen werd ik uitgemaakt voor vreemdelingenhater en racist. Er was een hele afschuwelijke gebeurtenis ook. Ik moet zeggen dat, zoals ik eruit zie, het anders is dan dat ik het me herinner en beleefd heb. Want het valt allemaal reuze mee. Maar ik was woedend. Kookte van binnen. Hij had het boek niet gelezen. Het was een heel vooropgezet gedoe om mij te drukken in de hoek van xenofobie, rassenhaat en noem het allemaal maar op. Heeft u het gevoel dat dat geheel een al te wijten is op dat moment in die discussie aan Marcel van Dam? Of heeft u het gevoel dat u dat soort reacties, u noemt hem natuurlijk ook populist, dat soort reacties en dat soort felheid oproept? Nou, twee, in dit specifieke geval, dat was geanceneerd. Dat heb ik ook later gehoord dat dat zo is. Dus daarin heb ik gewoon gelijk. De algemene vraag die er ligt, of ik dat oproep. Ja, natuurlijk, als je een helder standpunt inneemt, je kunt het helder formuleren. Je kunt het ook nog goed over de bühne brengen. Ja, als iemand anders denkt of daartegen is, ja, dan roept dat irritatie op. Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Wat u ooit in de media over uzelf bent tegengekomen? Nou, de vergelijking met Duitse oorlogsmisdadigers. Ik ben nu in Trouw net weer vergeleken. Ik heb de humor van meneer, het charme van meneer Himmler, de intelligentie van Adolf Hitler. Heet het Marcel van Dam, die me met Eichmann vergeleken heeft, dat kwetst mij zeer, zeer diep. Wat hij dus deed, dat hij zei dat ik een untermensch was. En toen dacht ik, jongen, dit pik ik van jou niet. Ik was een minderwaardig mens. Een zeer minderwaardig mens, een buitengewoon minderwaardig mens. Ja, hoe durf je dat te zeggen over een levend schepsel? Dat mag je nooit zeggen. Marcel van Dam is bij ons in de studio. Hartelijk welkom. Er worden mij een aantal uitspraken ten laste gelegd, zeg maar. Die herken ik helemaal niet, heb ik nooit gedaan. Nee. Maar u heeft, zullen we eens even kijken naar die uitspraken die u dan gedaan zou hebben? U zou Fortuyn een onvervalste anti-islamiet hebben genoemd en een buitengewoon minderwaardig mens. Ja. Heeft u die uitspraken gedaan? Dat laatste niet. Het is mij volslagen een raadsel waar dat vandaan komt. Ja, uit de Lagerhuis-uitzending volgens de advocaat. Ik heb in de veronderstelling dat ik mijn geheugen totaal verloren was, toch voor de zekerheid nog even, want zo'n uitspraak, die vergeet je natuurlijk niet. En dat zou ik ook nooit doen. Ik heb voor de zekerheid nog even de hele redactie laten afbellen. Niemand kan zich herinneren dat ik ook maar iets van die aard ooit gezegd heb. Laat staan in de uitzending. Dank u wel, meneer Van Dam. Graag gedaan. Als je zegt dat je Marcel van Dam s'avonds aan tafel hebt, weet je wat dan bijna iedereen in mijn omgeving zei, die ik vandaag sprak? Dan heb je de verkeerde vrienden. Nee. Is dat even op het antwoord. Ja. Deze zeiden, dan moet je wel over Pim Fortuyn beginnen. Is dat iets wat altijd aan u hangt eigenlijk, of niet? Altijd. Maar ik heb in 1997 of 96... een keer in het Lagerhuis dat vervelende debat met hem gehad, dat ik die nare uitspraak heb gedaan,
waar ik nu wel weer voor de 40ste keer wil zeggen dat ik die betreur. Dat kunt u niet vaak genoeg zeggen. Ja.